Nou, om precies te zijn, 13.858 afleveringen komt er een definitief eind aan As the World Turns, de oudste nog lopende soapserie ter wereld. In Amerika begint over 10 minuten de allerlaatste aflevering. Tegenvallende kijkcijfers en geldproblemen nekte de serie. Erik Mouthaan bezocht de set tijdens een van de laatste opnames. Quiet please, stand by. Action. In een moordend tempo wordt een aflevering opgenomen. Geduldig wachten acteurs op hun beurt, terwijl maar liefst 3 scènes tegelijkertijd worden gedraaid. Stand by, Katie is lying, leaning next to Chris. In a beautiful moment. Worden bij filmscènes tientallen keren overgedaan, hier is de regisseur al gauw tevreden. I love it. Het is een dagelijkse routine voor deze mensen, voor sommigen al decennia lang. How long have you each been on As the World Turns? We can't remember. No, it'll be 50 years. If the show lasts till October, it will be 50 years for me. And mine is 39 years. And now for the next 30 minutes, As the World Turns. Bijna 54 jaar hebben kijkers lief en leed kunnen delen met de inwoners van het fictieve plaatsje Oakdale. You don't understand, Dusty. De serie is al die jaren geproduceerd door een zeepfabrikant, vandaar de naam Soapserie. Hij was om het reclameblok heen gebouwd, zodat de doelgroep, jonge huisvrouwen, aan de buis gekluisterd zat tijdens de zeepreclames. In de jaren 60 keken in Amerika meer dan 15 miljoen mensen naar de soap, inmiddels nog geen 2 miljoen. In Nederland een hoop kijkers, in Amerika echt te weinig. Voor As the World Turns is het doek dus gevallen en het einde lijkt in zicht voor alle soapseries. Ze zijn gewoon te duur en er kijken te weinig mensen. Well, the demographics, as we call them, work against them too. And the audience is beginning smaller over time and older over time. And that's exactly what advertisers don't want. Voor het gebouw van de Amerikaanse zender CBS probeert een handjevol fans nog het noodlot af te wenden. They've really upset a lot of people. Het protest van de fans mag niet baten. De zender denkt vooral aan geld. I mean, they can put on cheap reality shows for probably they can get 5-10 episodes of that for one of these. Hoewel de sfeer op de set ontspannen is, moeten al deze mensen op zoek naar een nieuwe baan en dat valt zwaar. I think it's been very bittersweet. You know, everybody's feeling very sentimental. There's a lot of nostalgia going around. You told me the other day I wasn't going to have any tears left. Ever. I usually wear a raincoat when I open. But it is sad. It is. Oh yeah. It's our family. Kleine troost, in Nederland liggen nog heel wat uitzendingen op de plank. Erik Maat aan RTL Nieuws, New York. Ja, hier op RTL 4 zal die laatste aflevering begin 2012 te zien zijn. Wie meer wil zien van het interview met acteurs, die kan terecht op onze site rtlnieuws.nl.